ik wist eigenlijk best wel lang al dat ik de PABO sowieso wil gaan doen. Mijn moeder is ook juf en ja, zo krijg je toch een beetje mee. En ja, daar begon het eigenlijk echt al wel dat ik dacht, nou, het PABO, dat zit wel snor. Op een gegeven moment kwam ik bij de academische PABO, de AOLB. En ja, toen ik deze studie zag, toen dacht ik eigenlijk, ja, dit is gewoon perfect voor mij. Want ik had 6 jaar VWO gedaan en je pakt je uitdaging en ik doe wat ik wil. Dus ja, perfect. Ik merk gewoon heel erg dat de theorie je kennis echt verrijkt. Ook valt jou iets op in jouw stageklas, nou, dan krijg je de ruimte om daar bijvoorbeeld ook wat over op te zoeken in de literatuur en te kijken, ja, hoe ga ik daarmee om? Mijn favoriete vak is SLB, dat staat voor Stage Studie Loopbaanbegeleiding. Het is een vak waarbij je met ongeveer 10 leerlingen zit. En in dit kleine groepje ga je het hebben over hoe studeer ik, wat zijn tentamens eigenlijk. Het leidt je eigenlijk in de opleiding, maar daarbij helpt het ook heel erg bij stage. Dus je gaat het ook heel erg hebben over, oh, wat kom ik tegen op stage? Ik bedoel, je bent vrij nieuw op stage en je maakt heel veel dingen mee die je nog niet gewend bent. En die kun je daar ook heel fijn bespreken. Nou, ik vind stages zo echt heel leuk. Zeker je eerste jaar, je wordt echt direct voor de leeuwen gegooid. In je derde week sta je er al en denk je van help, ik moet al stage lopen. Je begint je stage best wel geleidelijk. Het gaat van voorstellen naar observeren naar je eerste les een keer geven. Jij komt daar binnen en eigenlijk sinds het begin word je geaccepteerd door de meeste kinderen en dat, ja, dat helpt heel erg. Ja, ik zou AOB absoluut aanraden, want ja, de opties zijn zo groot nadat je klaar bent. Je kan een master gaan doen, je kan er zit onderwijs van aan het werk. Ja, en dat maakt het voor mij wel af.